Welkom bij de Yoga Business Coach Podcast. Met vandaag super tof nieuws. Tenminste, ik ben er echt mega blij mee. Zoals je weet heb ik al twee keer eerder een Yoga Business Event georganiseerd in de Kubus hier in Lelystad. En het is een hele kleine theaterzaal. En zat ik er al over na te denken om nog een keer een Yoga Business Event te organiseren. Maar dan niet in een zaal, in een theaterzaal, maar in een kleinere ruimte met een eigenlijk intiemere groep, omdat ik het heel erg leuk vond om in de theaters te zijn en om op het podium te staan. Maar ik had ook zoiets dat ik dacht, ik wil wel heel graag eigenlijk meer de verbinding met de docenten die aanwezig zijn. En vandaar dat ik dus heb besloten om het yoga business event dit keer in een kleinere zaal te doen met, uh, met een kleinere groep docenten. En uh, dit gaat gebeuren in september, want het is namelijk zo dat heel veel yogadocenten die volgen hun hart, die ervaren meer rust en balans en dat is eigenlijk ook hetgene wat ze graag willen doorgeven. Nou, tijdens het Yoga Business Event gaan we eigenlijk samen met andere yogadocenten uit Nederland, maar ook uit België, vorig jaar waren er ook hier vanuit België, staan voor elkaar en voor die verbinding, want dat is juist waar ik heel erg blij van word. En ik wil dus een kleinschalig event organiseren, waardoor je eigenlijk meer gedragen wordt door de energie van de groep. En juist zodat het zo intiem is, dat we elkaar ook allemaal beter leren kennen. En elkaar ook juist gaan upliften en gaan inspireren, versterken. En niet dat je als docent vanaf je eigen eilandje aan het werk gaat. Nou, ik heb gekozen voor een, uh, een datum en dat is de datum 13 september. Dat is de dag die staat voor Beauty in Your Heart. En voor de mensen die mij volgen, weten dat ik bijvoorbeeld bepaalde data ook altijd doe in, uh, in overleg. En om te kijken wat de energie van die dag is. En dit vond ik wel een hele mooie energie. Um, nou, tijdens je leven heb je eigenlijk dat je bepaalde blokkades hebt. En die blokkades die kunnen jou belemmeren in je doen en in je laten. En het is eigenlijk zo dat, ik zeg altijd: jij bent je bedrijf. Dus. Alles wat je op persoonlijk vlak met je meedraagt, draag je uiteindelijk ook mee met je bedrijf. En ik moet je zeggen dat juist sinds ik ondernemer ben, heb ik behoorlijk wat blokkades uh, opgelost. Want dat kan niet anders. Want anders kan je bedrijf gewoon niet draaien. Dus die persoonlijke groei is ook belangrijk voor jouw bedrijfsgroei. En daarom heb ik ook uh, gezorgd dat er op die dag uh, IRA nagel aanwezig is. En IRA is. Um, heeft een uh, eigen spiritueel centrum in Den Haag. Uh, waarbij zijn mensen begeleid uh, met, uh, door middel van handlezen, door middel van regressies, massages, chakra healingen. Nou, noem maar maar op. En uh, dus daarom gaan we ook iets heel erg tofs doen met elkaar met de groep voor die dag. Ik ga natuurlijk nog niet al te veel vertellen. En, uh, en we gaan werken aan ons bedrijf. Dus werken aan persoonlijke ontwikkeling samen met Ira. Werken aan ons bedrijf uh, met mij. We gaan leuke opdrachten doen met elkaar. En gewoon eigenlijk zorgen dat jij iets heel tofs gaat neerzetten met jouw yoga-onderneming. Het event is dan ook echt niet voor iedereen. Ik geloof namelijk dat er steeds meer yogadocenten een leiderschapsrol op zich gaan nemen en echt gaan staan voor zichzelf en hun bedrijf. En dat ook geld verdienen en yoga wel samen mag gaan. Dus um, die het ook niet vies vinden om geld te vragen voor hun lessen. En die ook echt weten dat uh, groeien en mindset en een succesvol bedrijf neerzetten. Meer is dan alleen maar yoga-leerlingen mogen begeleiden op hun spirituele pad. Want je kunt een hele goede yoga zijn, maar dat wil niet zeggen dat je een yoga-ondernemer bent. En. Um ik hoor dus ook heel vaak van, ja, maar genoeg is genoeg. Ik hoef niet veel meer te verdienen. En dat is ook zo. Maar wat zou er gebeuren als je meer verdient dan genoeg? Ik deel het bijvoorbeeld met bepaalde stichtingen waar ik achter sta. Maar jij kunt ook bijvoorbeeld jouw droom waarmaken door een verre reis te maken of een sabbatical of ook een goed doel steunen. Uh, ja, wat ik nu ook eigenlijk doe. Um, dus ja, het is niet. Uh... Uh, makkelijk. Soms moet je keuzes maken, soms zijn het pijnlijke keuzes. Uh, soms wil je geen mensen teleurstellen, maar ook dat hoort allemaal bij het ondernemersvak. En um, nou ja, juist als je die drang hebt naar het onbekende, uh, naar meer leerlingen willen helpen, naar meer rust en balans, en als je daarin dus dezelfde missie hebt als ik, uh, en als je ook graag grootser wil denken, zichtbaarder wil zijn uh, en bereid bent om dus sommige keuzes te maken. Dan is het dus heel interessant om ook naar het yoga business event te komen. Want je hebt gewoon leiderschap nodig om dat soort dingen te doen en jezelf de verantwoordelijkheid te geven om ook geld te mogen verdienen. En um, ja, ik wil je graag helpen met die mindset als yoga-ondernemer. Dus denk jij: ik heb hier interesse in? Nou, laat me dan vooral even weten. Uh, als je denkt, oh, Corinne gaat me leren hoe ik een BTW-aangifte moet doen, of hoe ik door Instagram uh, moet lopen. Nee, dat ga ik allemaal niet leren. Dat zit in mijn online trainingen. Uh, dus als je echt gewoon een andere mindset wil hebben, als je echt wil gaan staan voor jezelf, je keuzes wil maken, je leiderschapsrol op je wil nemen. Uh, als je bepaalde persoonlijke blokkades wil gaan doorlopen, en of dat nou in dit leven is of in een vorig leven. Als je uh, de blokkades binnen je bedrijf wil oplossen, ja, dan is het goed om op 13 september uh, naar het Yoga Business Event te komen. Uh, het lijkt me super tof om je daar te ontmoeten. Als je meer wil weten over het Yoga Business Event, check dan de website www.yogabusinessevent.org nl. dus, ik herhaal www.yogabusinessevent.nl en het lijkt me super tof om jou op 13 september te mogen ontmoeten. Uh, het is een kleinere groep, um, dus er zijn maar een beperkt aantal kaartjes. Dus, mocht het zijn, als je er graag bij wil zijn, wees er dan echt snel bij. Ik wens je een hele fijne dag. En als je deze podcast leuk vindt, geef het een like. Deel het, zodat ook andere mensen op de hoogte zijn van het vernieuwde kleinschalige Yoga Business Event. Waar ik echt super veel zin in heb. En uh, deel het op je tijdlijn. Deel het in je stories. En uh, geef het een like. En, uh, of laat even een comment achter. Dankjewel voor het luisteren. En graag tot 13 september bij het derde Yoga Business Event.